Boeren moeten volle meer dwaan aan landbouwvernijing. Bijgelijks natuurlijke ziektebestrijding bij planten. Of het bedongen van het land met help van drones. Dan had uw landbouw een goede toekomst, zei de Friese Europarlementariër Jan Huytema. Hij had zijn Europese collega's uitnodigd op excursie in Nederland. En uw verslagjouwer Onno Valkenaar is in Berkel en Rodenrijs. Wat gebeurt er hier, Onno? Nou, hier in Berkel en Roderijs zit een bedrijf, dat is een pionier als het gaat om natuurlijke plantenbestrijding. Met help van insecten, om krek te wijzen, met help van holders. Ja, en hier is een groep van 50 mensen uit het Europees Parlement. Europarlementariërs, myworkers, tolken erbij, want ja, lang net elders niet praat Nederlands of Engels. Ja, en dat is een lied circus dat hier op bezitten is. Alle hier op uitnodiging van uw Europarlementariër Jan Huytema van Makkingeer. En het thema is dus innovatie. Hebben we zulke voorbeelden ook in Friesland? Ja, wees, volop. De Dairy Campus, vlakbij jou, het is daarmee bezig. Het gaat dan om zaken om van dong, zeg maar, stront, om daar weer kunstmest uit te winnen. Officieel is dat een etastier, maar er werd wel mee experimenteerd. Ja, en er is een leenbedrijf in Friesland, dwaande, om boerenloon in kaart te brengen met help van drones, zodat je volle krekter kunstmest tappassen kennen. Nou, dat is gunstig voor de portemonnee van de boer, maar dat jouwt ik volle minder milieubelasting. En deze excursie van Europarlementariërs is regelen door de jinnigste Friese parlementariër, Jan Huytema uit Makkinga, zelfs ik, boer. Hij wil dus meer innovatie. Waarom gebeurt dat nou te min? Nou, er binnen behoorlijk strenge regels zitten voor de landbouw. Er binnen van wichtig pad Europese regels. En gewoon van die Europese regels, ja, die hoorde innovatie zien. Nou, dat vindt Jan Huytema, die vindt dat schande. Die zei van binnen al die zaken die binnen onmogelijk. Er zit een landbouwrevolutie om te komen, verwacht het hij. Er wordt ook wel praten over landbouw 2.0. Dus wat helemaal onbelangrijk, we de gewoon van die regels zo gauw mogelijk oproemen. Nou, ik denk dat wij bepaalde uitdagingen hebben in de wereld. Ten eerste dat we competitieve wijzen moeten op de wereld merken. Maar ik dat we het milieu-impact verlegen moeten. Dat we die welzijnsverbetering kennen. Dat we het gebruik van antibioticum verminderen kennen. Nou, in Nederland hebben we al tal van onderzoeken en innovaties die dat mogelijk maken. En wij zijn nu met de Landbouwcommissie hier uit het Europese Parlement hier in Nederland. Om zien te letten wat Nederland al kent. En wat ze net maken door Europese wetgeving. Ja, de Europese politici komen net naar Friesland deze keer, maar er staat wel een Fries diner op het programma, Onno. Ja, en ik nog op een bijzondere locatie in het Mauritshuis. Dat is het museum vlak Njonken het Tworken van premier Rutte. Nou, daar is jong een diner, maar alleen nog maar Friese ingrediënten en Friese streekproducten. Dus ik ben heel benijd wat er aan zijn utiënseel. Er is dan ik omtinken van Friese kunst. En er ben een heel soort mensen uit de Friese landbouwvroot uitnoeren. Van boerenorganisaties, maar ik van suvelcoöperaties. Dus ja, die ken jong volop netwerkje, maar de Europese en de nationale politiek. Zullen we er meer van tegen tanken? Onno Valkenaar.